Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken? Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn? We beginnen met, er waren drie grote feesten in de dagen van Israël in het Oude Testament. De drie hoge feesten, als je dat zo wil noemen, die vind je in Deuteronomium 16. Die drie feesten moesten de mannen optrekken naar Jeruzalem om daar hun feest te vieren, offers te brengen enzovoort, om in de tempel te zijn. De eerste is natuurlijk Pascha, ter ere van de Heer uw God, want in de maand Abib heeft de Heer uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Pascha was het beeld dat de Heer ze heeft uitgeleid uit Egypte, uit de slavernij. En dan zal je, als je Pascha voor de Heer klein vee runderen slacht op de plaats die de Heer verkiezen zal, dat was natuurlijk de tempel. En dan vers 9, 7 weken later. 7 keer 7 is 49 dagen en dan een speciale sabbat erachteraan en dat is 50. 50 dagen, Pentecost betekent 50, dat is het feest van Pinksteren. Zal je, als je de sikkel voor het eerst in de staande koren wordt geslagen, zal je 7 weken beginnen te tellen. En dan zal je het feest van de weken vieren ter eer van de Heer, uw God, naar de mate van de gaven die gij vrijwillig geven zult, nadat de Heer uw God u gezegend heeft. Straks, een beetje het eind van mijn woord, gaan we ons voorbereiden op het hart voor het huisoffer. Het valt zo op dat bij alle teksten, we gaan het straks nog een paar zien, het gaat altijd over wat je hartje op ingeeft. Met je hart, ik hoop zo dat je met inspiratie, voel je vrij. Echt vrij. Als je hier misschien nieuw bent of net komt, voel je vrij om alles aan je voorbij te laten gaan. Voel je vrij. Het gaat erop. De Heer zegt, de blijmoedige gever heb ik lief. Ik vraag niet om je financiën, ik vraag je om je gebed. Om te bidden met de Heer, af te stemmen. Wat kan ik doen, wat wil ik doen? Uit dankbaarheid voor de oogst die ik zie rijpen. Misschien is het wel net als bij de verkiezingen. Het schijnt dat 1/3 op het moment dat ze het verkiezingskantoortje of waar je naartoe gaat, of de school, het stembureau, nog niet weet precies wat ze nou eigenlijk gaan stemmen. Op het moment dat ze dat ding voor hen hebben, de keuze pas echt maken. Misschien is het voor sommigen hier ook dat je nog steeds aan het nadenken, aan het bidden bent. Ook nu we het woord van de Heer openen, wat kan ik doen? Dus het eerste feest was Pascha, het tweede feest, het feest van de weken. Het begon eigenlijk duurde dus het eerste ding een feest 50 dagen. Het begon aan het begin en 50 dagen later, als de oogst wat meer zichtbaar werd, dan brachten ze de eerstelingen van die oogst brachten ze naar de tempel. En dan heb je het loofhuttenfeest, het derde feest, zal je 7 dagen vieren. En ik geloof dat het loofhuttenfeest het enige feest is wat nog niet vervuld is. Het Pinksterfeest is vervuld met de komst van de Heilige Geest. Maar het Loofhuttenfeest is het feest van de grote oogst. Als ik het goed begrijp, is dat het feest waar de Heer Jezus komt en waar Hij al zijn miljoenen, miljarden mensen die bij Hem horen. Als je de oogst voor de Heer, de oogst voor Hem, de oogst van miljarden zielen die bij Hem zullen zijn voor altijd. Vinden die een prachtige gedachte? Die drie feesten gingen ze steeds weer naar Jeruzalem om de Heer te eren. En ik vind het zo leuk om te weten, Richandro en Gabi, jullie kijken mee. De tweede dienst, hij zei, we tunen weer in hoor, pastor. Dus Richandro en Gabi, jongens, als jij even zwaait. Iedereen die meekijkt is welkom, maar Gabi en Richandro op Bonaire. Ons hart is bij jullie ook. Heel veel zegen, ze doen prachtig werk daar. En dit weekend hadden ze een mooie grote jeugd-event opgesteld met verschillende kerken. Een soort grote jeugdavond, het is allemaal fantastisch wat ze daar doen. Dus 3 keer per jaar. En dan staat er op de plaats die hij zal verkiezen op het feest van de ongezuurde broden, feest van de weken en het loofhuttenfeest. Maar hij zal niet met lege handen komen voor het aangezicht van de Heer. In vers 17, ieder naar zijn vermogen, naar de zegen die de Heer uw God u gegeven heeft. Dus ik hoop dat je het offer wat je zo meteen gaat brengen, dat je dat doet met dankbaarheid voor wat God heeft gedaan voor jou.
En met dankbaarheid voor de oogst die je ziet rijp. En sowieso is er veel dankbaarheid, reden tot dankbaarheid. Als je weet wat de Heer Jezus heeft gedaan voor jou en mij. En dankbaarheid dat Hij de Heilige Geest heeft gegeven. Je niet als wees heeft achtergelaten. Maar dat Hij heeft gezegd, oh, jullie zijn verdrietig omdat ik wegga, zei de Heer Jezus. En je voelt je een beetje alleen gelaten. Achtergelaten. Maar nee, de Heilige Geest komt in je wonen. Dat is nog beter. De Heer zorgt voor je. En de Heilige Geest is in je. En daar, dat is een reden genoeg om dankbaar te zijn, om Hem te eren. Nou, nog een paar gedachten over Pinksteren. Het was natuurlijk de start van de kerk. Het was de start van de kerk. Het oude verbond was afgelopen. De tempel, de priesters, het grote gebouw. De Heer zei, nee, een nieuwe fase ga ik in. Mijn gebouw bouw ik nu met mensen. Met mensen. Niet met stenen, maar met mensen een nieuwe. En ze gingen daar een community bouwen. Gaan we zo meteen naar kijken. Toen de wet werd uitgedeeld op de Sinaï, was het volk opstandig. En er stierven 3000 mensen. Toen de Heilige Geest kwam, op die Pinksterdag, sprak Petrus en 3000 mensen werden gered. Dat is geen toeval. Dat laat iets zien. De wet brengt de dood voort, maar de Geest, die Heilige Geest die in jou woont, brengt leven voort. Brengt leven voort. En als het net zo is als hier in CLC, als je 3000 mannen hebt, dan heb je zeker 4000 vrouwen. En 25.000 kinderen ongeveer. Heb ik dat goed uitgerekt? De Heilige Geest werd uitgestort, de geboorte van de kerk, Handelingen 2. Ik lees hem een beetje mee uit een vertaling, de Bijbel in gewone taal. En waarom? Omdat ik vind dat deze het beste beschrijft wat er werkelijk gebeurt. Dus hij staat op het scherm en lees maar mee. Toen de Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. En toen kwam er een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. En dat vuur verdeelde zich in vlammen. En op iedereen kwam een vlam neer. En zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Op dat moment waren er in Jeruzalem, hier gaat het mij om, veel Joden uit alle delen van de wereld. In de NBG staat woonachtig. Dat is fout. Ze waren niet woonachtig. Ze woonden niet in Jeruzalem. Ze kwamen naar het feest in Jeruzalem over de hele wereld. Deze Bijbelvertaling zegt het zoals het werkelijk is. Ze kwamen uit de hele wereld kwamen om het Pinksterfeest te vieren. En toen het geluid van de hemel klonk, kwamen ze erop af. En ze begrepen er niks van, want ze hoorden de gelovigen spreken in hun eigen taal. En dan zeggen ze, heel verbaasd, deze mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we hun horen spreken in onze eigen taal? We komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen uit het oosten. Anderen komen uit het noorden, zuiden, westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen uit Kreta. Nou, luister. Dan moet je toch wel van de Heer houden, hè? Als je op Kreta woont en je gaat op reis naar Jeruzalem om daar je offer te gaan brengen. Dan moet je wel van de Heer. Dat waren wel hele toegewijde christenen dan. Joden in ieder geval. Of uit de woestijn van Arabië. Ze zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. En ook deze mensen uit alle volken en Joods geworden zijn. En toch horen we ze allemaal in onze eigen taal. We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet. Dat is fantastisch wat daar gebeurt. De beste evangelisatieactie ooit. Want ze gingen later weer terug naar alle delen van de wereld. Maar ze hebben in hun eigen taal gehoord het evangelie en de dingen die God doet. Dus jij bent Griek, je woont op Kreta en je denkt oké, je neemt geen vliegtuig. Die waren er nog niet, dat was een hele reis. Je komt om de Heer te danken met een vrijwillig offer. De reis op zich was al een offer. Maar dan hoor je in perfect Grieks wie Jezus is en het evangelie. Dan ga je weer terug naar huis. En dan denk je, wat we nou toch hebben meegemaakt. Fantastisch. Alleen God kan zoiets bedenken. Toch? Hoe mooi was dat? Dus dan worden er 3000 mensen gedoopt. In Handelingen 2 staat dat veel mensen geloofden. Petrus lieten zich dopen. En kwamen die dag 3000 gelovigen bij. Alle gelovigen gingen met elkaar om. Als mensen van één familie. Daar gaan we zo nog even naar kijken. Eén familie, Gods huisgezin. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus. Dit is de blauwdruk. Wat doet een kerk eigenlijk? Deze dingen. Uitleg over Jezus. Ze kwamen bij elkaar om te bidden. Om met elkaar het brood te delen. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. En bij elkaar thuis deelden ze het brood.
Vol vreugde aten ze samen en iedereen was even belangrijk. En ze eerden God en het hele volk had veel waardering voor hen. Hier staan een paar mooie dingen in. Het onderwijs wat wordt gegeven in een kerk, als het goed is, en ik hoop en bid altijd weer, dat als je hier bent geweest, dat je weer iets meer van Jezus bent gaan houden en iets meer van hem bent gaan begrijpen. De apostelen hadden de taak om het onderwijs te brengen over wie is Jezus. Dat je de vrijheid gaat ontdekken over die jij hebt in hem. Het was heel grappig gisteren. We hadden bootjes gehuurd met het keyteam. Ik heb mij voorgenomen, ik heb ook zo mijn toewijdingen aan de kerk. Een van de toewijdingen is, zolang jij in mijn keyteam zit, of zolang ik het mag doen, gaan we varen met bootjes. Oké? Okay? Dat is gewoon deel van de cultuur die we bouwen. Dus gisteren zaten we met al die 29 mensen in 3 grote sloeps. En als je wil, kan je dat zien op YouTube. Ik heb een stukje gefilmd, verschillende mensen wel gefilmd. We gingen voor enthousiasme op weg, maar we liepen op een doodlopend weg, een slootje. Dus na 10 minuten, ik heb me opgeschreven, key team is helemaal de weg kwijt. Want we moesten allemaal omdraaien. Onze zoon Levi, die woensdag 1 jaar wordt, die kleinzoon, die had zijn zwemvest aan. Dus hij zit helemaal, hij kon niet meer bewegen, niks. Nou, voor een jongetje van 1 is dat rampzalig. Dus na een kwartier, 20 minuten zegt Lydia, ik doe dat zwemvest uit hoor. Hij vindt hier niks aan zo. We moeten goed vasthouden dan. Veilig zijn, graag. Zwemvest uit. En wat gebeurt? Hij begint te bewegen en te kruipen en staan overal heen aan het stuur te trekken. En toen zeiden we, dit is nou vrijheid ervaren. Je ziet gewoon de vrijheid en de heerlijke. Dat wil God ook doen met jou en mij. In jouw spirit, die vrijheid ervaren. Als familie met elkaar optrekken. En nooit vergeten dat de Heilige Geest kwam en viel op een grote groep mensen, duizenden en duizenden mensen, die offers aan het brengen, maar vrijwillig uit dankbaarheid. Als je meer van de Heilige Geest in je leven wil zien, wees dankbaar. Wees dankbaar. Ik merk het soms als ik wakker word en je hebt allemaal, heb jij dat ook? Dat in de nacht worden de problemen nog groter. En dan word je wakker. En de schakelaar die ik dan om moet zetten is dankbaarheid. Eerst eens even dankbaar zijn voor wie God is en wat hij allemaal gegeven heeft. En als je wil dat hij de geest valt, wees dankbaar, wees dankbaar. Dien hem met alles wat je hebt en wees dankbaar. De start van de kerk, de community. Mag ik een gedachte delen? Ik loop iets uit, Mag ik een gedachte delen over community? Waar community volgens mij eigenlijk begon. De Heere Jezus hing aan het kruis, laat die tekst maar zien op het scherm. Hij hing aan het kruis voor jou en mij. En hij in enorme pijn, met de spijkers door zijn handen en voeten. En dan ziet hij, let op het woord Jezus, toen Jezus zijn moeder zag. Hij had oog. Zijn moeder die haar zoon aan het verliezen is. Wonderbaarlijk dat je in zoveel pijn dat nog ziet. Daar begint community. Hij zegt tegen Johannes, zorg voor mijn moeder. Hij zegt tegen zijn moeder, moeder, zie je zoon. Hij herstelt, hij brengt haar genezing. En dan staat er vanaf dat moment, van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hij ging zorgen voor Maria. Community in de zuivere vorm. Begint aan de voeten van het kruis. Als jij en ik worden geraakt door Jezus aan het kruis, wat hij doet voor jou en mij. En jouw hart wordt zacht. En dan zie je een broer en een zus om je heen die ook hetzelfde ervaren. De dankbaarheid en onder de indruk zijn van wie Jezus is. Daar begint community. Je houdt van elkaar, je bent familie, je noemt elkaar broers en zussen. En we dienen allemaal dezelfde Jezus. Waarom zit je op een connectgroep niet? Omdat het moet. Jij in CLC wil ze eigenlijk dat je ook een connectgroep gaat. Ja, ik heb wel drukke baan, maar ja, wij hebben ook een connectgroep. Als het zo... Nee. Als je geraakt wordt door wie Jezus is. En je gaat naar een paar andere mensen toe die ook geraakt zijn door wie hij is. Daar is community. En daar zorgen we voor elkaar. Jezus ziende zijn moeder. En dat is een uitdaging voor jou. Maar zo, hier begon het grote verschil tussen de oude tempel en het nieuwe, de gemeente, de kerk die daar geboren werd op Pinksteren,
is de relaties. Heb je dat begrepen? In de oude verbond, nou ja, de priester die deed zus, die deed zo. En dan had je weer gescholden tegen je vrouw. Dat doe je natuurlijk nooit, maar ja, het toch een keer gedaan. Nou, dan zei de priester, breng maar een duif, joh. Hè. Hup, dan werd er een duif geofferd. En dan, nou ja, een vredesduif. En dan werd het weer een beetje... In de nieuw, in de kerk, in de gemeente, is het zo anders. De Heer zegt, ik wil dat jullie elkaar lief hebben. Die preek van gisteren, daar bij de Royal Wedding, was outstanding. Over de liefde van de Heer en wandelen in zijn liefde ook onderling. Ongelooflijk wat daar gebeurde. In die formele, hele formele setting. Waar die man volkomen losgaat over de liefde van God. En alle camera's van de hele wereld staan erop. Wat een wonder wat daar gebeurde. En dat is de wortel. Als de gemeente werd geboren, ze trokken met elkaar op. Ze deelden het brood. Ze hadden samen maaltijd en ze leerden steeds meer met elkaar wie Jezus is. In Psalm 133, Mathilde heeft het al even genoemd vorige week. Dat is eigenlijk een wonder. Psalm 133 in het Engels, zet maar even op, was how good and how pleasant it is when brothers live together. En dan staat in het Engelse Bijbel, in unity. Op de een of andere manier staat er in het Nederlands niet in de Engelse Bijbel wel, in eenheid. En dan staat er, het is als de olie, dat is de Heilige Geest, die van boven naar beneden over de baard van Aaron zo, over de golven van zijn klederen enzovoort. Van boven naar beneden. Maar er staat ook nog iets, het is als de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Maar als je kan dat zien op Google, Mount Hermon en Mount Zion. Dat is 250 kilometer van elkaar vandaan. De dauw in de ochtend, weet je wel, die... We hadden code geel in Nederland vanmorgen. Voor sommigen hebben we heel veel dauw en mist. Niet hier gezien, maar was schijnbaar... Die dauw die neerdaalt op de berg Hermon in de ochtend... Die gaat niet 250 kilometer opschuiven om vervolgens verder neer te dalen in Jeruzalem, de bergen van Jeruzalem. Zo werkt dat niet met dauw. Dus er is een wonder van de Heer nodig. Een wonder van God. Iets wat eigenlijk niet mogelijk is. Om in eenheid samen op te trekken. Dat is wat deze psalm ons leert in Psalm 133. En God wil je dat wonder geven. En dat begint met de Heilige Geest. En eigenlijk begint het aan de voeten van het kruis, waar twee mensen allebei geraakt zijn door de liefde van de Heer. En dat Jezus zegt, in de laatste adem die hij heeft, in zijn allerlaatste kracht die hij heeft, zorg voor elkaar. Oh man, ik begin te preken. Dat is community. Toch? En de Heilige Geest die is gekomen met de Pinksterdag om dat te gaan bouwen. Om een kerk, een familie te bouwen. Niet van steen, maar van mensen. Oké, ik moet mijn tijd in de gaten. Ik weet het. Pinksteren, de Heilige Geest, wat doet hij nu? Jezus beloofde hem al, Handelingen 1. En dan zei hij, toen hij bij hem was, droeg hij hem op. Ga niet weg uit Jeruzalem, blijf daar wachten. Totdat de belofte van de Vader komt. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen. In heel Judea, Samaria, tot het einde van de aarde. De Heer zei, wacht op de Heilige Geest. En de Heilige Geest komt niet alleen voor jouw eigen feel-good momenten. Het is wel heel fijn als de Heilige Geest in je werkt. Zijn vrede, zijn vreugde, absoluut. We hebben het nodig. De vreugde van de Heer is je kracht. Zijn Nehemia al. Maar er is een opdracht. Hij wil dat we in zijn kracht mensen gaan helpen om Jezus te vinden. Mensen gaan helpen om te vertellen wat hij heeft gedaan in jouw leven en hoe ze hem ook kunnen vinden. De Heilige Geest werkt in ons. Een van de mooiste definities van de Heilige Geest gaan we nu lezen, wat mij betreft althans, in Jesaja 11 vers 2. Ik weet niet wat jij verwacht als de Heilige Geest komt. Sommige mensen hebben allerlei beelden bij, allerlei verschillende verwachtingen. Een beetje afhankelijk van je achtergrond en je theologie. Maar hier staat wel een hele mooie definitie van de Heilige Geest. Wat doet hij dan als hij komt? En dan staat er, en op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen des Heeren. Wauw, de gunst, het respect voor de Heer. Is dat het beeld dat jij hebt? Als de Heilige Geest komt, komt de wijsheid, verstand, inzicht, raad, sterkte. Hij leidt je en hij laat je zien waarom. Daarom zie ik heel erg uit naar donderdagavond met de workshop, of hoe noem je dat, de masterclass van Leo. Ik weet dat Leo daar al heel enthousiast, al een aantal jaar mee bezig is.
met apologetiek, de leer van het verdedigen van het bestaan van God met wetenschappelijke argumenten. Dan moet je maar durven. Dan ga ik rechtop zitten. Hij heeft mij thuis een paar dingen verteld. Ik dacht, wauw, dit wordt echt wat. Normaal duurt hij heeft een paar keer gedaan, andere plaatsen ook, 2 of 3 avonden. Maar ik zei, nou, laten we eerst 1 avond kijken hoe het gaat. En misschien nog een vervolg, prima. En ik weet, hij volgt een paar professoren in Amerika die daar veel mee bezig zijn. Dus dat wordt super gaaf. De Heilige Geest laat ons zien dat wetenschap niet tegenover geloof hoeft te staan. Maar dat je vanuit wetenschappelijke redeneringen wel te degen een bestaan van God kan heel erg aannemelijk maken. Ik weet niet of ik echt kan bewijzen, maar wel heel erg aannemelijk maken. Oké, Efeze 1, vers 17. Dat de God van de Heer, de Vader de Heerlijkheid, u geeft de geest van wijsheid. Daar heb je nog een keer een definitie. Van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van je hart. Dat je hart open gaat om te zien. Zodat je weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is van de erfenis bij alle heiligen. Dat is wat de Heilige Geest wil laten zien. Hoe geweldig gezegend je bent met een roeping. En hoe rijk dat is. Hoe rijk je bent in hem. Hoe rijk je bent in de erfenis. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Overweldigend grote kracht in ons. Johannes 7, vers 38 zei de Heer deze. En die heb je ook veel vaker gehoord. Maar hij is zo inspirerend en bemoedigend. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de Heilige Geest. Welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Stromen van levend water. Kracht, energie. Ruben in zijn MC-moment, die noemde iets over energie. In de message staat, a church so expensive with energy. En daar hou ik van. Energie. Sommige mensen voelen energie en zo, energie. Misschien heb je ook wel mensen in de straat wonen bij jou. Wij hebben dat ook. Die zitten in de energie en zo aan het voelen. Die voelen energie. En die zeggen wel eens tegen mij, ik voel energie. Ah, dat is de Heilige Geest. Laten we gewoon bij naam noemen. Dat is de Heilige Geest. Dat is Gods liefde, Gods kracht. Zo overweldigend groot is zijn kracht. Begin je al wat meer te verlangen dan nog meer van de Heilige Geest? Dat is het doel van dit verhaal namelijk. Dat we met elkaar zeggen, oh Heer, ik wil niet zonder u. Ik kan niet zonder u. En ik ben nu 23 jaar aan het spreken. Althans hier in Den Haag. Daarvoor hebben we nog een kerk gesticht in Leerdam. Maar ik merk dat ik eigenlijk steeds meer voordat ik mag spreken, er is een verlangen naar de Heilige Geest. Er is een verlangen, Heer, werk door mij heen. Niet mijn eigen redenering, niet mijn eigen... Paulus zei, ik ben niet gekomen om eigen verhaaltjes te houden, maar het betoon van geest en kracht. Ik hoop zo dat als je hier bent, ook vandaag, dat je iets voelt en iets meer gaat voelen en hongeriger wordt naar nog meer van de Heilige Geest. Kan iemand daar ja op zeggen? Een paar voorbeelden. We gaan ons voorbereiden op de offers die ze brachten. En als je hier wat langer komt, dan ken je deze misschien. Laat je inspireren. Dat is wat ik erbij heb geschreven. Laat je inspireren. Wees geïnspireerd door een paar voorbeelden uit de Bijbel. De eerste is Hiskia. Voorbeelden uit de Bijbel waar mensen prachtige offers brachten. Kostbare offers brachten als heel volk van de Heer. Om zijn huis te bouwen en zijn huis vooruit te bewegen. Hiskia in 2 Kronieken 29. Hij was koning en 25 jaar oud toen hij koning werd. En hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Hij opende in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heer en herstelde ze. Wat een fantastische kerel. Gelijk, hup, 25 jaar jong en koning worden. En het eerste wat je doet is het huis van de Heer herstellen. Prachtig, prachtig. En dan zegt hij, mijn zoon, wees niet nalatig, zonen van mij. Want u heeft de Heer verkoren om in zijn dienst te staan, om zijn dienaar te zijn en om aan hem te offeren. En vers 31, de gemeente bracht slachtoffers en lofoffers. En ook bracht ieder die daartoe van harte bereid was, daar heb je het weer, van harte bereid, brandoffers. En dan komen er hele aantallen, duizelingwekkend, 600 runderen, 3000 kleinvee. En dan staat er, aldus werd de dienst van het huis van de Heer hersteld. Hiskia en het hele volk verheugden zich. Dat is één voorbeeld. Verderop in 2 Kronieken 31, dan staat er, even kijken, dan staat er hier zo bij een bijdrage te geven, vers 4.
voor de priesters en de levieten, zodat ze al hun krachten zouden kunnen wijden aan de wet van de Heer. Toen ze dit hoorden, brachten de Israëlieten grote hoeveelheden, de eerstelingen van hun koren, most, olie, honing, iemand een potje honing meegenomen, en al wat het veld opleverde en van de tiende. En vers 11, daarop beval Hiskia de vertrekken in te richten in het huis van de Heer. Men richtte zich in. Men richtte ze in. Als je om je heen kijkt, hier zo, de tribune, maar ook hier de inrichting, de nieuwe inrichting van de lounge, is eigenlijk allemaal gedaan met het hart voor het huis van de vorige keren. Dat hoort erbij. Ik ga zo nog iets noemen wat we doen met deze keer. Het tweede voorbeeld is Mozes. Mozes die daar in Exodus 35, dan zegt hij, de Heer draagt u op, zegt hij tegen het volk, tegen de Israëlieten, om hem geschenken te geven. Laat ieder die daartoe bereid is, daar heb je het weer, vanuit je hart, iets aan de Heer afstaan, goud, zilver, koper enzovoort. En dan beginnen ze allemaal dingen te brengen. En dan staat er 36 vers 3, men bleef vrijwillig gaven brengen, iedere morgen weer. Er was meer dan voldoende. En als je verder leest, dan zie je dat Mozes zelfs kon zeggen, jongens, stop maar, want we hebben echt meer dan genoeg. Dat is de droom van elke voorganger. We hebben nooit meer dan genoeg, want we hebben het nu niet alleen over ons eigen huis. We hebben het ook over een zegen zijn. Vorige keer hebben we vanuit Hart voor het Huis hebben we veel gedaan in de stad. Our home, dus onze kerk. Our backyard, de stad Den Haag. Binnenkort gaat Mathilde hier aan de overkant bij Safir, Zwanenhoven, Zwanenstein, het bejaardenhuis. Daar is een parkeerplaats achter, maar dat willen ze eigenlijk inrichten als tuin. Voor de mensen die daar wonen, zodat ze lekker in een tuin kunnen zitten, kunnen genieten van de zon. Maar ze hadden daar geen geld voor, was geen budget voor. Dus wij mogen meehelpen met Hart voor het Huis afgelopen keer om die tuin in te richten. Dus binnenkort, alleen het is nog niet klaar, anders hadden we al een filmpje gehad. Maar gaat Mathilde daar een tuin, een lintje knippen. Om een tuin te openen die we hebben mogen bekostigen, of in ieder geval voor een deel. Zodat die mensen daar lekker kunnen genieten van mooi weer buiten. Maar deze keer gaan we vooral naar, je hebt Jeruzalem, Samaria en de hele wereld. Nu gaan we vooral naar de hele wereld. We doen iets voor Watoto in Zuid-Afrika. We doen iets voor Vision Rescue, waar die foto is genomen in India. We doen iets voor Jeruzalem, 70 jaar Israël. Daar gaat een stukje naartoe. En even kijken, we hebben binnenkort een Compassion Sunday. Dat is natuurlijk vooral Zuid-Amerika. Daar komt een speciale zondag voor. En heb ik ze allemaal genoemd? Gewoon wel. A21. Ja, doen we ook. En je kent de A21, de organisatie die zich zo inspant tegen mensenhandel. Dus een deel van Hart voor het Huis deze keer gaat daar naartoe. De derde voorbeeld, je raadt hem al, is koning David. Koning David die de voorbereiding aan het treffen is voor de bouw van Gods huis, de tempel. En dan zegt hij 1 Kronieken 29, de burcht die hij moet bouwen is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heer. Ik heb me tot het uiterste ingespannen om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. En dan staat er bovendien, de tempel van mijn God, het huis van de Heer, gaat mij zo ter harte. Ik stel bovenop alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht, mijn hele persoonlijke vermogen goud en zilver voor de tempel, tot Gods beschikking. En dan staat er die vraag die ik ook vrijmoedig durf te vragen, omdat die in de Bijbel staat. Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de Heer door een vrijwillige gave te brengen? Een offer, iets wat ons iets kost, iets waarvan je weet, dit is een investeren. Ik investeer. En dan staat er, het volk bracht zijn gaven met vreugde, vers 9. Want men was van ganse harte bereid om een bijdrage te schenken. Ik hoop dat je, als je zometeen je offer in gereedheid brengt, wat voor kerk zie je voor je over 3 jaar, over 5 jaar? Ik hoop dat je investeert met visie en dat je zegt, daar geloof ik de Heer voor. Hoe mooi is het dat je een kerk mag bouwen met de verschillende generaties. En als opa, als je kleinkinderen hebt, ga je dat steeds meer realiseren. Hoe kostbaar dat eigenlijk is. Dat je een kerk mag zien groeien. Waar jouw kleinkinderen straks, nu al, de Heer mogen dienen, mogen leren kennen. Fantastisch. Een kerk waar, in een wereld waar racisme en dat soort dingen weer beginnen de kop op te steken. Naar, weet je wel, waar groepen tegenover elkaar komen te staan. Dat je kan zeggen, hey, in het huis van de Heer is er geen racisme. Er is geen, iedereen is gelijk. Maakt niet uit wat voor achtergrond, wat voor kleur, wat voor, maakt niet uit. Iedereen is een kind van God. Je bent een dochter, een zoon van de Heer en we zijn broers en zussen van elkaar. Dat wordt steeds unieker in de wereld waar we in leven. Wat voor kerk zie je voor je
als je zometeen gaat investeren, God gaat geloven voor het vooruitbewegen van die kerk. Vind je het niet mooi? We hebben, misschien denk je, waar gaat het allemaal heen? Er zijn een aantal hele inspirerende dingen, zoals het licht vind ik mooi. Maar we hebben ook de brandweer, voorschriften. Ja, hoe inspirerend is dat? Maar dat moet ook gebeuren, lieve mensen, in een veilig gebouw enzovoort. We hebben iets als de privacywetgeving. Hoe inspirerend is dat? Sommigen vinden dat dan wel interessant. Dat is wat anders dan... Maar het moet gebeuren, is belangrijk. En we hebben gezegd, we gaan dat niet als een beetje zelf, een beetje rommelen. Nee, dat moet je professioneel doen. Het is, weet je wel, dat moet je gewoon goed doen. En dan moet je mensen hebben die er verstand van hebben. Dus we hebben een bedrijf ingehuurd. Lydia is aanspreekpunt. En dat bedrijf gaat ons helpen. Hoe je dat als kerk moet gaan inrichten, daar zijn we al mee bezig. Niet alleen wij, de hele CLC-familie, die kijken allemaal naar Den Haag. Hoe doen jullie dat? Ja, dat zijn we nu ook aan het ontdekken. Maar dat kost geld. Hartfordhuis gaat daar een beetje naartoe. En zo, weet je. Nou ja, hoe inspirerend, het moet allemaal gebeuren. Maar één ding vind ik wel weer heel inspirerend. We hebben de foto's klaar van Tilburg. Komende dinsdag, overmorgen, gaan Mathilde en ik met Fernando en Priska kijken naar een nieuwe locatie in Tilburg. En die locatie, ja, die locatie is echt helemaal de hotspot voor Tilburg. Het is wat de escape is in Amsterdam, is dit in Tilburg. Ik ga nog geen naam noemen, dat is een beetje geheim, een beetje spannend houden. Het is een club, het is een discotheek, het is een nachtclub. Maar wij gaan erheen met de kerk. En dinsdag hebben we gesprek, dus bid met ons mee. En geloof de Heer als je je offer brengt dat het gaat lukken voor een goede prijs. We hebben één keer al een dienst gehad daar. Dat was fantastisch. De hele locatie is compleet anders, zeg maar. This is another level. Another level. Hebben we de foto's hier? Ja, schitterend, hè? Die ene die ik zo mooi vind. Oké, ja, die. The Royal Wedding-achtig, zeg maar. Dus daar gaat een deel van Hartfordhuis naartoe om die kerk naar een ander niveau te tillen. Dus ik hoop dat je daarmee geïnspireerd bent. Ja, toch? Ik hoop dat je weet dat jij belangrijk bent voor Gods doel. God heeft een droom voor dit land. God heeft een droom voor deze stad. En voor Tilburg en voor Rotterdam. En ik hoop dat je... En voor jouw kerk en voor jou. En ik hoop dat je zo... Het is niet trots als je weet wie je bent in de Heer. Het is niet trots als jij zegt... Ik maak een verschil. Ik ben belangrijk voor Gods plan. De duivel zou dan zeggen, wat een praat, wat een taal, doe maar nederig. Nee, ik weet wie ik ben in de Heer, dat mag je allemaal ontdekken. Wat wij zo meteen gaan doen, gaat een verschil maken. Gaat een verschil maken voor mensenlevens, gaat een verschil maken. Gods plan gaat vooruit bewegen. Omdat wij deel zijn van wat Hij aan het doen is. Dus ik hoop zo dat je weet wie je bent in de Heer. En hoe belangrijk al onze bijdragen zijn. Niet alleen financiën, tijd, alles. Je gebed, je betrokkenheid. Het bouwen van de familie, alles. De laatste tekst, Ezechiël 44, vers 30. Als we zometeen ons offer in gereedheid brengen, dan zijn er mensen van het team die graag een moment met je bidden. Deze keer brengen we het offer naar voren of halverwege de zaal zijn mensen. En je gooit het niet alleen in het mandje, maar we willen graag met je bidden. Wat heb jij opgeschreven waar jij God voor gelooft voor jouw huis? Hier staat het in Ezechiël. Ze brachten het naar de priesters en die spraken een zegen uit over hun huis. Dat willen wij ook doen. Het team, een van de mensen van het team, wil graag even kort met je bidden over dat wat jij hebt opgeschreven waar je God voor gelooft voor jouw huis. En dat is gebaseerd hier op deze tekst, Ezechiël 44 vers 30. Is dat oké? Veel gezegd. Nou gaan we bidden. Even checken met de Heer. Met de Heilige Geest. Wat Hij tot ons zegt. Vader, dank U wel. Dat we dit mogen doen. Dat we deel mogen zijn van wat U aan het bouwen bent. Deel mogen zijn van Uw huis. We zijn deel van Uw reddingsplan voor deze stad. We zijn deel van Uw reddingsplan voor deze stad. En Heer, als we het offer gaan brengen, een offer wat ons kostbaar is, wat iets mag kosten, een offer van geloof, Heer, dan zullen we zien dat Uw
evangelie vooruit gaat. Uw huis wordt gebouwd en dat u ons huis weer zegent. We bidden zo, Heer, dat u spreekt tot al onze harten. Wat we mogen en kunnen doen vandaag. Als een lieflijk reukwerk. Tot eer van de Heer Jezus. Ik bid uw zegen over iedereen die meedoet. Uw zegen over hun huis, over zijn huis, haar huis, het gezin, de gebeden die we opschrijven. Dat u die verhoren zal, Heer. Als we u mogen eren met ons offer. In Jezus' naam. Amen. Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit Bijbelse, goddelijke principes. Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden. Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken? Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn?